Het klimaat verandert, het wordt warmer, in de winter wordt het kouder. We reageren daarop door goed de huizen te isoleren. Maar die isolatie heeft één nadeel. De kieren en gaatjes allemaal in de woningen, die verdwijnen. Dat is heel goed voor de warmte binnen te houden, maar het is niet zo goed voor de vleermuizen en de gierzwaluwen. Die zitten juist in die kieren en onder de daken. Wat wij juist met die nestkasten willen proberen, is om die dieren ook nog steeds een plek te geven in de stad, zodat ze ook hier in de stad kunnen wonen. Dat is de reden waarom wij als gemeente regelmatig nestkastenprojecten hebben. En we doen het ook op initiatief van de bewoners, zoals hier in de Sparrenstraat. De nestkasten die hangen zo hoog, omdat de gierzwaluw een vrije aanvliegroute nodig heeft om in de kast te komen. En ook uit de kast laten ze zich vallen en dan vliegen ze zo eruit. Dus ze kunnen er niet uit springen. De gierzwaluw geeft echt het zomerse gevoel. Als ze in april in Nederland komen, dan hoor je ze gieren door de straten heen. En daarom hebben ze ook de naam gierzwaluw. Voor de rest doen ze alles in de lucht, de gierzwaluw. Ze eten in de lucht, ze slapen in de lucht, ze drinken in de lucht. Het enige wat ze niet in de lucht kunnen, is eieren leggen en broeden. Vandaar dat wij de nestkasten ophangen. En ze zijn ongeveer tot augustus hier in Nederland. En dan vliegen ze terug naar Afrika, waar ze de hele winter verblijven. Omdat daar dan meer voedsel is dan hier in Nederland. Wat we net zagen waren opbouwkasten. En wat we vooral als gemeente ook willen bij nieuwbouwprojecten is om kasten in de muur in te bouwen. En hier zie je een voorbeeld van vleermuiskasten die ingebouwd zijn hier in de Boomstraat. Het voordeel daarvan is dat het duurzamer is en die gaan langer mee. En ze nemen de warmte van de muur op, dus ze functioneren veel beter voor vleermuizen. Vleermuizen zijn hele bijzondere dieren. Het zijn onze enige vliegende zoogdieren die we hebben. Die wonen ook hier in de stad, meerdere verschillende soorten. En het leuke van de vleermuis is, vooral voor ons in ieder geval, ze eten ontzettend veel muggen. Tussen de 300 en 1000 muggen per nacht. Nou, dat geeft mij in ieder geval een goede nachtrust. Wil je nou ook iets doen voor onze gierzwaluwen en vleermuizen? Dan kun je een aantal dingen doen. Als eerste kun je nestkasten zelf ophangen. Als je dat nou met de buurt of met de hele straat wil, dan kunnen ook wij als gemeente dat verzorgen. Dus bel de gemeente daarvoor. Het tweede wat je kan doen, is zorg voor veel bloemen en groen in de tuin. Hier komen insecten op af. En de vleermuizen en gierzwaluwen zijn dol om deze insecten te eten. En als derde wat je kan doen, is ga naar de site bouwnatuurinclusief.nl. Hier staan ontzettend veel tips wat je zelf allemaal kan doen voor deze dieren.